Nog een paar uur en dan barst het bevrijdingsfestival Overijssel weer los. Het grootste bevrijdingsfestival van Nederland zal morgen naar verwachting meer dan 100.000 bezoekers verwelkomen. Maar de weersvoorspelling voor morgen kan roet in het eten gooien. Zo wordt er onder meer onweer voorspeld. Nou, daar maken we in zoverre zorgen over dat het, de weersomstandigheden zijn beperkt tot een moment waarin het echt slecht is. En eigenlijk zal het rond 2 uur, 3 uur eigenlijk opklaren en blijft het de hele rest van de dag ontzettend goed weer. Het is vooral dat ene moment tussen 2 en 3 waarschijnlijk tot nu toe waar we ons goed op moeten voorbereiden. Voor de zekerheid neemt het bevrijdingsfestival dan ook verschillende maatregelen. Het extra vastzetten van bouwhekken, van tenten, zeilen uit de torens halen als dat nodig is. We hebben straks nog overleg met onze stijgenbouwer en podiumbouwer. En ja, we houden nauwlettend de weersomstandigheden in de gaten en nemen maatregelen als nodig is. We hebben een heel calamiteitenplan daarvoor samengesteld. Dus in zoverre zijn we klaar voor dat soort dingen. Het KNMI waarschuwt verder voor windstoten en hagel en heeft voor morgen een waarschuwing afgegeven. Voor bezoekers geldt dat ze voor de zekerheid een poncho of regenkleding moeten meenemen. Via de sociale media houdt het festival de bezoekers op de hoogte van de weersvoorspellingen en eventuele maatregelen.